Heel goedemorgen, welkom bij deze marketsupdate van BNP Paribas. Na een positieve start op Wall Street kleurden de koersen toch rood, al bleven de verliezen beperkt tot minder dan 1% voor de belangrijkste indices. Door het oplopende aantal slachtoffers van het coronavirus kan een impact op de reiswereld niet vermeden worden. In het weekend doken er belastende audiotapes op voor Donald Trump en dus ook het impeachmentproces blijft de aandacht opeisen. Ondertussen komen er wel veel bedrijfscijfers door, deze week onder andere Apple, Facebook, Microsoft en Boeing. In China is het alle hens aan dek en zijn diverse miljoenensteden op slot gezet. De Chinese beurzen bleven gesloten in verband met de viering van nieuwjaar. De Nikkei leverde in Japan 2% in door dalingen bij onder andere luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties. Ook de sterke yen, die als vluchthaven wordt gezien, drukt op de index. De markten in Australië en Zuid-Korea bleven gesloten in verband met nationale feestdagen. En de olieprijs ligt onder druk uit angst dat de recente virusuitbraak ook impact zal hebben op de groei van de wereldeconomie. Maar volgens Saudi-Arabië is het zover nog niet. De futures duiden vanmorgen op een lagere opening voor de AEX. Beleggers en analisten kijken uit naar de cijfers van Philips die morgen voorbeurs verschijnen. Het bedrijf is omgevormd tot een healthcare company waar de omzet iets zou zijn toegenomen, maar de winst mogelijk wat lager uitvalt. Op de agenda vandaag IFO ondernemersvertrouwen uit Duitsland en we zien nieuwe woningverkopen uit de VS. Bij de analisten zet Berenberg IMCD op kopen, koersdoel 90. Goldman zet Adyen op kopen, koersdoel maar liefst 1210 euro. En KBC zet ING op kopen met een koersdoel van 13,30 euro. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.